Um, jij verzorgt de huiswerkbegeleiding. Um, maar waarom ben je nou ondernemer geworden? Waarom ben ik ondernemer geworden? Um, eigenlijk is het oorspronkelijk zeg maar, zeg maar bij mijn eerste onderneming was het een beetje uh, overmacht. Zeg maar. Ik kon geen baan vinden. Mm -hmm. um, en ik hoor ook wel eens mensen die zeggen, ik zou nooit meer voor een baas kunnen werken. Dat mm. heb ik helemaal niet. Ik vind het hartstikke leuk om ook voor een baas te werken. Mm -hmm. Uh, maar ik put er wel, ik krijg heel veel energie van om alles, uh, nou ja, sowieso vanaf niks op te bouwen. Um, en ik vind dus, nou ja, wat je net noemde ook een beetje dat, dat administratieve en dat regelen en zorgen dat alles, uh, uh, nou ja, uh, goed. Uh, echt goed geregeld is, dat vind ik super leuk om te doen. Ja. Dus los van echt de doelgroep en het inhoudelijke werk vind ik het ook super belangrijk dat de vestiging echt dat het een nette vestiging is, dat er goede begeleiders rondlopen. Dat al altijd een administratie op orde is, dat het met de facturatie allemaal lukt. Nou ja, dat komt natuurlijk bij het ondernemen. Er allemaal bij kijken. Dat is zo. En waarom dan in het onderwijs? Omdat je de pedagogiek hebt gedaan. Ja, en uh... Pedagogen die ja, dat is eigenlijk, die komen overal terecht. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is wel echt zo. Ja. Uh, zeker omdat er, nou ja, de orthopedagogen, die merk je ook altijd, die, die zijn er gewoon heel veel. En er zijn minder banen dan uh, orthopedagogen. Uh, zo werken pedagogen op zich ook. Uh, het onderwijs heeft mij altijd wel getrokken. Ik heb ook tijdens mijn studie ook stages gelopen in het onderwijs. Mm -hmm. Ook op mijn oude middelbare school hier in Ede. Dus oh, dat leuk. is wel heel leuk. Ja. Ja. Uh, en ik vind het gewoon heel leuk om heel praktisch naar iets toe te werken. Dus je werkt, iedere keer werk je naar de einde, het einde van een opdracht, of naar het einde van een periode, of ja. naar een SO-proefwerk. Dus uh, in die zin ja, heb ik ook wel een beetje dat resultaat gericht. Mm -hmm. Dat je dan meteen dat cijfer terugkrijgt en kan kijken van hé, hey, wat ging er goed? Laten we daarop voortbeduren. Dus dan past die methode van jullie heel goed op jouw meten. Ja, weten. absoluut. Ja. Ja. Maar ook heel erg die positieve benadering. Dus het, hoe fijn is het als je kijkt naar wat er wel goed gaat? Mm -hmm. En tuurlijk moet je ook aan de slag met de, de zwakkere punten. Uh, alleen niet zonder de, de positieve punten extra te benoemen. Ja, iedereen doet de dingen goed. En de, ja. de dingen waar je wat minder goed bent, ja. daar kun je wat setjes geven. Ja, ja en die kun je of verbeteren. In sommige gevallen lukt dat eigenlijk echt niet. Als een leerling zeg maar in, het onderbouw, in de onderbouw Frans heeft. Maar het lukt echt niet. Hmm. Dan zijn er ook manieren om in ieder geval te zorgen dat hij die, die, die derde klas Frans uh, met een zes afsluit. Ja. En dat betekent soms misschien echt wel een beetje stampwerk. Uh, en dat is natuurlijk minder leuk dan echt de diepte in en die grammatica aan te leren. Um, maar we proberen ons wel echt op de, op de talenten te richten. Op de positieve kanten. En ze zijn dus in alle leeftijdscategorieën bij jullie? Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja, dat is ze wel is... apart dan? Ja, dat betekent echt wel dat er leerlingen van vijf en van 35 rond kunnen lopen. Uh, ja, voor iemand die 35. een laatste leerder is. Ja, 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 we hebben ja dat hebben mensen naast kan. hun studie en ja. die dan uh, wel al werken, maar bijvoorbeeld moeite hebben met de opdracht of met een bepaald vak, die dan voorbijlessen of begeleiding bij ons komen. Dus dan kun je inderdaad alleen, ik wil deze scriptie, moet ik afmaken en help, help, help. Ja, en het is allemaal op maat. Dus uh, ja. ja, we kunnen ook zeggen je komt een half jaar lang iedere week. Maar als iemand zegt ik heb twee keer nodig, dat helpt me al heel erg, is dat ook voldoende. Fantastisch. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Akda en de Minnek met Lopen tot de zon komt.